Het zijn roerige tijden bij SC Emmeloord. Het bestuur van de zondag tweede klasse ontsloeg afgelopen maandag trainer Arnold Rosien, omdat er geen vertrouwen meer was dat de club zich kan handhaven in de tweede klasse L. Opmerkelijk, omdat het niet zo vaak gebeurt dat een trainer op dit niveau het seizoen niet mag afmaken. Het was voor ons ook een heel moeilijke beslissing die we hebben genomen. En ja, we zijn daar ook helemaal niet trots op of dat we ook maar iets van leuk van vinden. Het is zoals het is op dit moment. Het bestuur had weinig vertrouwen erin. En ik denk dat ze... als het mis zou gegaan, zou zijn gegaan, dan wilden ze niet op afgerekend worden, denk ik. Dus ze hadden er geen vertrouwen in en dan is het hun keuze. En als we het op deze manier de kop de goede kant op kunnen krijgen, dan moeten we er alles aan doen om het nog te redden. Maar hoe stond de spelersgroep erin? Was die het eens met het ontslag? Ik denk dat er wat gemengde reacties op waren. Dus het kwam niet vanuit jullie, zeg maar? Nee, we hebben met evaluatie hebben de dingen aangegeven die wij anders wilden zien. Maar goed... wij zijn er ook een groot deel verantwoordelijk voor op de plek waar we staan natuurlijk. Dat ligt gewoon helemaal aan ons eigenlijk. Dus eigenlijk hebben wij hem ook min of meer in de steek laten daarin. Dus, De club handelde snel en legde deze week Dick Schuurman vast als interim trainer. Een oude bekende, want hij was tot afgelopen zomer 3 seizoenen lang de hoofdtrainer. Het is natuurlijk heel ongelukkig en stoei voor de vertrekkende trainer, voor Arnold Rosien. En ik heb natuurlijk ook jaren mee samengewerkt. Dus ik vond wel dat het eerst aan moest wel goed of netjes afgehandeld zijn voor zover dat kan in zo'n situatie. En ik heb hier met Emmeloord een hele mooie en goede tijd gehad. En als een club in nood zit en een beroep op je doet. Ik had zoiets van, ik heb zondag toch niks te doen, dus dan kan dat er wel bij. Dan de wedstrijd tegen Dedemsvaart, nummer 3 op de ranglijst. Met al snel een penalty voor Dedemsvaart. Ramon Knol achter de bal. En de 0-1 voor de bezoekers. En zo komt. Dan balverlies op het middenveld bij Emmeloord, vlak voor rust. Noah Schuurman wordt je diep gestuurd. En de 0-2. En zo kent interim trainer Schuurman dus een slecht begin van deze wedstrijd. Dan beelden uit de tweede helft waarin Emmeloord wat meer kansen krijgt. Met hier voorzet vanaf de linkerkant Hans Langendijk en de 1-2. En dat na een klein uur spelen. Dan de bezoekers weer met hier verre ingooi. Danny Kuiper met de 1-3. En dan lijkt het duel beslist. Maar Emmeloord gaf zich niet gewonnen. Hier Gerke Schaap met de 2-3. Maar dan is het pijpje echt leeg bij Emmeloord. Want hier Dedemsvaart weer. Noah Schuurman gaat diep. En beheerst schiet hij de 2-4 binnen. En een minuutje later dan weer Schuurman met de 2-5. SC Emmeloord verliest met 5-2 en blijft ondanks de nederlaag 11e op de ranglijst. Maar trainer Schuurman is vol vertrouwen dat het goed gaat komen. Ik merk wel dat er gewoon even een nieuwe landen zit. Dat ligt niet aan mij, maar elke nieuwe trainer die voor de groep komt, dan gaan die jongens allemaal in zo'n groepsproces. Denkt iedereen weer, we krijgen een kans en gaan er weer voor. Dus wat dat betreft lijkt het op zich wel goed dat de groep weer wel energie en plezier en zin in heeft. En dan moeten we zorgen dat we nou wat punten gaan sprokkelen, dat we goed kunnen handhaven.